Scharnieren, ja? Waar zijn jullie? Tonen. Oh, lekker Gino. Hij heeft een staflift geslagen. Ik heb hem geslagen. Zusje kwijt. Ze weet niet wie het was. Hallo mensen van Potrutte, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video gaan wij mensen slaan in de kaap en dan gaan wij lekker ruzie zoeken met mensen in de kaap. We gaan allemaal van die grote mensen gaan zo slaan, dan ja, gaan ze allemaal huilen en dan gaan we weg en dan ja. 2 meter of 3 meter? 4. Oh my god. 5,5. Let's slaan. We gaan allemaal een andere kant. We komen even terug. Iedereen loopt gewoon weg. Cool. Waar gaan we heen? We volgen Gino. Snap het is online. Dat is die. Wie snacking? Dat is zo de baas van het leger. Nee, van CIA is hij toch? Snap het is online. De baas van het leger is online. We moeten hem slaan. Ja! De baas van het leger sla, jongen. Maar ik weet niet wat hij is, maar hij is iemand van de hoofdstijl of zo. Hij is veel niet de baas, denk ik. Hé, hier loopt iemand van het leger. Hij chillt ons instant. Ja, hij sloeg me. Tjeno, hij sloeg me gisteren steeds. Bij de kaap. Deze mensen zijn toch het leger? Ja, ze moet het is chestplate, Maar hij heeft geen gun. Die kerel heeft geen gun. Sla hem, Tjeno, sla die Lancy. Je hoeft niet. Ja, go. Oh. Waar helemaal de moeder in? Is hij leger? Nee. Hey. Hij heeft een gun, Gino weg! Hij heeft een gun! What the fuck? Hij heeft een fucking gun! Schiet dan! Sla hem Gino, sla die X-Rens eens! Sla hem eens één keer! Ja, doe! Ja, go! Rennen! Rennen Gino, go! Niet buiten zijn! Oh, dit is echt nutteloos, waar heb je dat? Het is een speed 2, dus. Hij heeft een fucking gun, vriend! Draai je om, sla hem nog een keer. Ja, sorry, ik heb het. Hij slaat al ook al alles weer. Oh. Steven, nu de boots uit. Pas op. Dat niet gedreigd. Kijk, deze mensen zijn fucking bedreigd. Hij heeft een kerstskin. Ja, nu moet ik wel uitkijken. Al word ik nu bijvoorbeeld neergestoken, dan ben ik mijn wapenstok kwijt, hè? Jullie doen stoer. Schiet dan! Zijn we ook, zeg ik. Hey, pak die laptop. Hij komt, Gino, kijk uit! Hij komt! Hij slaat me met een wapenstok, wat wil hij doen dan? Hij heeft een fucking gun, hè? Lancy moet zijn gear kapot hebben. Sla die X-Lancy, Gino, hij heeft een iron chestplate. Hey, Rayox. Hij heeft een diamond, achter je, Gino, diamond. Die orange diamond, fuck die guy. Nee, die zit bij Rayox. Niet doen. Boeien, slaap boeien. Oh, ik loop van. Gino komt terug. Hij is nee, Dylan, kom. Victor wordt geslagen. Lekker. Hey, Gino. Kom aan toe, shit. Ik kan me niet dragen in. Hoe? Oh, ga weg dan. Oh ja. Boeien. Lol, hij gaat nu mij slaan. Ik ken niet eens wat gedaan. Maar Stefan, je spierboek. Heb ik al uit, heb ik in mijn hand. Hé, hey, broer. Pas Gino. Op, hè. Mijn broek is unbreakable. Hij loopt de opsteken te slaan. Zullen we hem eens even slaan, joh? Hey. En breek zijn iron chestplate, Gino. Heeft Stefan ook wapenstok of zo? Kunnen we hem dubbel slaan? Nee, die slash moet je echt slaan. Zijn chestplate is al kunnen kapot. Dat is echt lekker voor hem. Je moet niet bang zijn. Je hebt ja, maar straks dan. Pakt hij wel zijn gun. En dan moet je eerst nog raak zieken. Allee. Koze Gino, pak hem, pif. PvP, zijn gear haak kapot. Je breekt zijn iron chestplate. Hij houdt ook gewoon zijn gear aan, hij is echt een clown, hè? Kom op, raak het, Gino. Ja, hit hem, Gino. Komt hij 1v1. Gino, raak hem, man. Ja, hit hem. Ik heb een kill aura, jongen, nee. Druk een kill aura hier zo. Ga er doorheen lopen. Ik ga nooit erheen, slaan kapot. Is er nou iemand boven in die politie? Zie ik dat nou goed? Nee, ik zie niemand. Er zit daar iemand te springen. Jawel, er zit wel iemand. Just Erik. Oh, hij zit gewoon AFK te cheaten. Ga hem exposen, sla hem helemaal de vader. Maar er is toch... achter in de gang. Oh ja, hij cheat. Zelfs, ga naar binnen en maar dat is bijna wel toch cheaten. Er is iemand achter in de paal. Hij is AFK aan het springen. Lol. Oh nee, niet meer. Nee. Ga naar binnen, sla hem. Daar kom je naar buiten. We gaan de agent slaan met een wapenstok, ja? Ja, we gaan hem slaan. En Raf, ik dat niet. Hij staat daar, hier is gear aan. Hij moet niet pacific staan, hè? Ik ga nu naar Atlanta, ja? Wat gaat hij doen? Als hij naar buiten komt.
Just Eric, wat gaat hij doen? Hij komt eraan. Just Eric komt. Kijk maar, ik zag het. Ik zit hem hier niet. Komt Eric naar buiten? Nee, ik Victor staat op het dak daar zo. Is Bos op mee. Victor, kom. Victor, kom. Nee! Sukkel, Victor zit in het politiebureau. Oh, hij is echt een steen. Hij valt nu in het politiebureau de kaap, hè. Andere kant, Victor. Kijk uit dat je niet gepakt wordt, hè, maat. Ja, Victor zit aan de binnenkant. Nee, hij zit in die tuin. Nog uit dan, anders zit je aan. Nee, ik kan eruit. Met speed 3 kan ik eruit. Ik bedoel met jump 3. Oh, je bent echt een cirkel. Politiebureau. Weet je dat ik er kom? Ik sta hier op deze poortjes. En dan spring ik hier zo'n beetje naast. Zo spring ik. En dan... Oh! Wat is een verkenning? Jongen, dit is zo... Dit is echt zo domme, we hadden langer in Atlanta. Ja, kut Victor. Laat hij gewoon Victor zitten, doe je Victor stil. Het is leuk dat het koopgroot, weet je wel, waar... Blijf haar volgen, blijf haar volgen. Nee, ze staat stil, ze hebben mensen. Ah, wat lief. Dan zit ze zelfs in game mode. Echt? Ja. Dan gaan wij gewoon kaart exposen. Nee, ze zit nu in survival, want dat kan je zien. Waar. Ze zit hier, kom. Gaan wij slaan of niet? Dat is een waar. Slaar. Janine. Ga slaar, Gino, slaar. Oh, we zijn fucking snel. Spreek haar aan. Slaar, Gino! Spreek haar aan! Kom! Shanire, ja? Wat Oh, lekker Gino! Hij heeft dat stam heeft geslagen! Ik heb hem geslagen! Zusje kwijt! Een zusje kwijt, ze weet niet wie het was! What the fuck? Ook lekker dood, holy shit! What the fuck? Ze staat in de koophoort, niks aan de hand! Ze staat zo te kijken! Waar is die? I don't know! Waarom dan? Oh, ze is hier. Oh mijn god. Ze zegt, waar is die? Straks gaan ze TP in Venice halen. Kan best. Dat is die guy van de gemeente. Gaat die zeggen, was dat niet oma brood? Oh, zag ik het slecht. Hij naait lucht. Ze zegt, nee, skeer. Vraag of ze wel pot gaat houden. Nee, wat jij bent. Oh my god. Ik loop bij achter de politie in Atlanta, daarachter helemaal. Dus ze gaat weglopen, ze gaat weg. Daar heb je politie. Volg haar, anders gaat ze in Venice. Ze zit bij de gemeente. Oké, ze is weg. Ze zit in Venice. Ja! Gino, waar ben je Gino? Ik ben heel ver weg, echt achter in de boerderij. Ga bij politie Atlanta staan, en als ze daar komt dan weet je... Oké, ik heb een... Ja, Gino, kom politie Atlanta. Ik heb hem niet graag gekocht. Voor we doorgaan met de opnames, dus ik wil Victor bedanken voor twee dingen. Eén, hij heeft ervoor gezorgd dat Dylan nu een fucking goede Elytra heeft. En twee, hij heeft een Elytra mee, hij heeft de XL. Ja. Dat is wel nodig, ja. Ik heb nu gevraagd of Shinera aangifte gaat doen. Zegt, hij komt mij nog wel tegen. En dan? Shit. Wat gaat u doen? Ik ga vragen wat u gaat doen. Skeer sloeg haar. Het kan niet doen, ja. Jean, heb je nog FA-biertje? Ja. Ja, oké, cool. Dan gaat hij jou niet... Dat ga ik jou niet vertellen, oh. Ja, maar ik Gino, kom snel! Dat kan ik niet doen. Iemand doe anders moet je bij zich. Doe een pot van plot. Nee, dat kan ik niet doen. Al gaan ze nou. Al gaat ze aangifte doen en er komt onderzoek, dan zit ik. Maar voor hem doe ik niks meer. Doe het op mijn plot, Gino. Voor hem doe ik niks meer. Als staf zijnde bedoel je. Maar dit is toch roleplay, moet je lol. Hey, maar Stefan, dit... kom anders even, dan hou je even wapens te kwijt. Ja, dit is. Ik ga wel, Gino, wat ben je? Kom naar Potten thuis. Oké. Potten thuis is. Links van de hoek, de Oma Straat in, en je kan ook een brood opeten. De Oma Straat? Staf staat, slaan is strafbaar. Staf is het nou? Staf is in Spanish. En door Gino's over bands doen. You permanently banned from the DDG server. David spectator in. Mini-aapje! Waar? Ze kunnen mij best wel fouilleren. Mini-aapje? Mini-aapje is een rechercheur uit Latte. Goed, dat je het zegt. Wow, wat? Mini-aapje komt in één keer. Victor, ik wil dat jij nu weggaat. Ik zweer het je. Ze gaat iedereen anders verjeren. Victor, loop weg. Wat is de deal hier? Wat? Ik kan dus... Ja, Victor, even... Nee, ze heeft hem zo hard gehaald. Blijf je allemaal staan. Ze heeft hem kuilenhard erbij gehaald en zegt, kom TS. Wat is er, mini-aapje? Wat komt u doen? Ik wil aangeven, doe tegen Skinner. Hij heeft me geslagen. Op je pil. Op je...
Kandilla. Moet je zeggen, zeg maar dat het Kenny was. Kenny is nog de Kenny Kenny En toen heb ik geen tijd voor om mee het mondeling aangifte te gaan, anders even naar een... Registreer agent. Of maak een boekje met erin de aangifte. Ah, arme Shaniria. Nee, die... Nee, je kan haar ook echt... Oh ja, de kut, die zoekt me. En dinges. Ga dan, ren dan. Ik zeg, je zoekt me nog. Ja, zag je me nog. Oké, potgrond food help ik ook niet meer bij inkoop. Gelukkig start ik een nieuwe winkel met potgrond eten. Gelukkig kopen we toch nooit wat bij de inkoop. Dit is Kaulaar de stap abuse trouwens. Je slaat daar één keer en je kan... Kijk hè, al heb je een hele goede lopende winkel en je wil graag food inkopen, want je hebt een hele goed lopende foodwinkel, dan kan dat niet meer omdat je één keer hebt geslagen. Je slaat één iemand in roleplay en je wordt niet meer geholpen. Dit is special abuse inderdaad. Maar dat en daarna gaat ze in vanish, ze vliegt naar het politiebureau of ze TP daarheen. En ik ren er naartoe, weet je, ik heb 410, ik ben haar niet tegengekomen, want ze was in vanish. En ze stond hier gewoon stil. Vervolgens haalt ze een staflid en die gaat geen aangifte voor haar doen. Ja, dat is dan kut voor je. Lol. Koudhouder de staff abuse dit. Gaan we dit in laten, Gino? Staff abuse? Ja, dit is abuse. Jongens, laat even in de reacties weten wat jullie van deze situatie vinden. Dit is geen haat naar haar trouwens, hè. Dit is gewoon wat wij zien, wat wij meemaken en dat delen we met jullie. We hebben haar geslagen inderdaad, dat is roleplay. Het mag niet in... Daar, oké, word je opgepakt en gejailed? Nou, hartstikke leuk en gezellig. Doe maar. Maar... Moet je niet zo als dat reageren, van ik help je nooit meer, want ja. Nee, maar jongens, dat is laat een beetje abuse. In de reacties, ja. Het was niet zo boos bedoeld, maar sorry, Shaneria, of hoezo ook. Geen haat naar haar, hè, trouwens. Nee, echt 0,0 haat. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou leuk? Laat dan even een like achter. Vergeet zeker niet te abonneren op ons kanaal, want we hebben gewoon de 5000 abonnees gehad. Dat is echt insane, jongens. Wij willen jullie allemaal bedanken. En, kut. Tot de volgende video. Abonneer ook op doei. Oma, bro. Oma brood. Oh lol, ik stond hier bovenop en was een politieagent. Oké, rip, we gaan snel weg. Doei. Ik zit in de wietplantage bij de boerderij. Wietplantage, zie je wieten smoken? Ja, what the fuck, lijkt hij echt net een wietplantage, man. What the fuck? Ik heb er één in mijn kamer. Ik ga het niet uitknippen. Werkt Marie op jouw wietplantage, Victor, eerlijk zeggen? Ze moet werken, man, Victor. Ze zit erop. Zit ze op jouw wietplanten? Weet je, ze moet dat doen, meneer. Weet je dat ik dat droog? Ik zet tussen Kenny zijn vetrolletjes en dan droog dat. Zo, dat gaan we er even mooi uitknippen. Dat laten we er even mooi in. Dat laten we erin. Kenny heeft een wietplantage op zijn buik. Dat ga je ook uitknippen. Dat laten we er ook in.